Dit is mijn grote angst. Toen ik een jaar of 3, 4, 5, 6, 7, denk tot mijn 12e, met een grote boog omheen. Dat is toch het, is dat nou het meervoud van hek? Heks. Of niet? Heel leuk was die dier. Als je nog moet plassen, dat is daar. Echt hè? Hij was makkelijk hè? Ja. Heel makkelijk, zelfs ik wist hem dit keer. Kom. Kom maar aan. Kom maar aan. Lopen maar. Als lijkt net een scène zet is. Echt hè? Dat willen we niet. Heel spontaan dit. Dat willen we niet. Vlogception. Dit is door een rooster toch? Ja. Dan ben je snel. Zo. Zit jij weer vals te spelen? Jongen. Ja, de Suze weet waar de bar is hier zo. Rinia Lekta, ja? Voor mij mag jij niet meer hoor, schat. Ja. Ja, ik neem je ook in de maling. Je hebt geen inkomen. Je hebt hier gewoon mis de baan, of niet? Wie, wat? Zij? Je hebt wel de baan, dit. Ja, als je wel bent, dan met de hand omhoog. Ja. En hoe, ik weet niet, serieus, maar dat is misschien mijn zieke geest. Ik zie daar een kandelaar. Wat hebben ze met die kaarsen gedaan? Ik weet het niet. Je wil het niet weten. Ik wil het echt niet weten eigenlijk. Als je toch een kaars, zal maar zeggen, die smelt toch alleen als je hem aansteekt? Of op een andere manier warm maakt? Toch? Ja. Van een diesel. Nou, dat was dus een sprookje, dat is het bos. Daar komt het hoor. Zoek mijn lens. Het kabouterdorp. Wat leuk. Ik moet wel zeggen, die animatronics worden wel steeds beter. Ze zijn net echt. Niet van echt te onderscheiden. Van me af of dingen alweer open is. Dingen. Hoe heet ze? Door Roodkapje? Ja, die moesten ze opknappen en toen bleek dat het een beetje gerot. Nee, het was echt wel verrot. Ja, die staat wel aan het zeggen. Er is wel een leek over toe hoor. Ik wou helemaal nog tegen iemand op. Hè? Wat zei je? Oh, ja, dat. En de andere ook. Ik heb een papiertje. En dat geef ik aan Hollebolle. En Hollebolle doet het niet. Hollebolle doet het niet. Jammer joh, dit. Chocomel. Maar dat was wel hier. Maar je gaat iedereen zoeken die chocomel bestelt. Ja. Ja. Ja, maar het was een fristie. Kinnagen, hè? 11 jaar getrouwd. Ja, maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Ik gaf hem een papiertje. Hij zei niet eens dankjewel. Ik heb mijn klauw erin gedouwd, echt. Hoorde je hem niet?
Dus kennelijk stikken in een papiertje schrikken mensen van. Staat genoteerd. Nou, en hier was vroeger een popcorn opslag ding, toch, schat? Ja. Popcorn opslag ding, oké. Ryan gaat hier weer in. Hey. Pinocchio. Hey, Pinocchio. Proeven het weer? Begin de Vlaming. Heb je tegenwoordig salafies voor, hè, gewoon? Heet het daarom nou een paddenstoel? Dat is uitschelden voor padden. Ja? Kijk, pak het er even mee, hè, dit. Ja, dus echt actieshot. Selfie, selfie, selfie. Fotobom. Dat is toch leuk dat ze allemaal zeggen spulletjes dusdanig veel aan het bijbouwen zijn dat je gewoon merkt dat er hier gewoon iets mist. Ja. Dat is niet. Oh, censuur, censuur. Dit is mijn grote angst. Toen ik een jaar of 3, 4, 5, 6, 7, denk tot mijn 12e, met een grote boog omheen. Wat was ik hier bang van? Nog steeds eigenlijk, maar ik heb er overheen gezet. Dat was 3 jaar geleden. Ja. 4 jaar therapie, kilo's medicijnen. Vreedbuien. Vreedbuien. Op wat drift. Ja, dat heb ik nog steeds, maar het stond los van die draak. Pearl, pearl, pearl. Dan kan je het zien, hè? Wie er aan je huisje knabbelt. Volgens mij houdt dat nog best wel. Toch hield de moeder meer van Nina. Rita! En daarom moest Rita altijd... Oh, Rita. Rita, joh, echt. Oh.
Ritsa die moet werken voor de poen. Ik zou hem niet alleen uitschuiven, ik zou hem ook eens wassen, mijn schat. Wat een leuk schat. Geen drank meer voor oma. Tegenwoordig hebben we Pardoes. En daarvoor hadden we Jokie. Maar voor Pardoes en Jokie was ik kabouter Efteling. Die doet alleen nog maar nu vertellen waar je moet schijten. Dat is het eigenlijk het enige. Voor de rest doet hij niks, maar dat was de allereerste. Ik heb heel goed uit zo. Dat was allereerste mascotte. Snap ik dat je die bij een toilet zegt als je alleen maar over kleine boodschappen begint. Toch? Jij zegt om de tuinlijnen. Nou, ik ben benieuwd. Daar gaan we. Nou, spannend. Welke, links, rechts? Links. Naar links? Oh. Ingang zeg maar. Maar we zijn om de tuin, niet langs de tuin. Oh. Lekker droog pakketje erbij. Altijd gezellig. Ja. Het klinkt echt als echt gewoon een liedje van, hoe heet je, zangeres zonder naam. Wat erop staat. Lieve moeder. Sprookje. Aspoester. Dan gaat over een meisje, die moet schoonmaken en op een gegeven moment mag ze naar een bal. En dan gaat ze dan eerder weg en dan komt de prins en die gooit zo'n glas in de maal. Zoiets. Ik snapte hem niet. Ik denk, wat slaat dat nou weer op? Links. Links. Nee, ik moet filmen. Maar jij hoeft niet, maar ik moet. Lopen. In India, daar praten ze allemaal Brabants. Ja. Ik ben talen. Precies. Ja. En alleen in maanlichte nachten komt de heks terug. En dan gebeurt het. Weet je hem nog? Die was fout. Weet je hem nog? Hij zou fout zeggen. Komt je vaker hier? Dat bedoel ik.
10 jaar kindervreugde. Nou, 10 jaar kindervreugde. Daarvoor was geen kind vrolijk. Nou, dat was het Sprookjesbos in de Vogelvlucht. Suus wel even die jeugdsentiment. In den oude Marskramer. Dat was het meer voor deze. Sprookjesbos. Afsluiten. In de winkeltje. Met een heel groot Sprookjesbos. En inderdaad weer nieuwe mokken. Een grotere ook. 1,75%. Dus. Dat was het weer. Tot de volgende. Doei. Maar ja, het is inmiddels avond. Van het 9plein festijn. En we zijn aan het kamer geslagen. Dat is een klein beetje ook. Een heel klein beetje. Getrokken varken. Oh.